welkom bij een nieuwe vlog. Vanavond is date night, we zijn woensdag, maar ik wil jullie even dit pareltje tonen. Deze is vandaag toegekomen van Collector's Cage. En dat is een vintage Bottega, maar er is echt niks aan en ik ben zo blij. Ik vind hem echt vet cool en mijn grief zit er al in. Dus ik ga die vanavond aandoen. Ja, ik heb dat een beetje zo bijgeplooid. Gelukkig dat het ook toe blijft. Maar ik ben wel super, super happy. Vet, hé? Mega mooi, hé? Dus vanavond gaan we naar Octo. Ik heb er echt super veel zin in. Want eten is er altijd zo lekker. Ik kan niet wachten om daar te zijn. Good morning, my friends. Gisteravond was super gezellig. Het was zo lekker in Octo. We hebben echt zo graag. Dat is echt absurd. Maar vandaag zijn we donderdag en dat wil zeggen dat we morgen nacht vertrekken op skireis. Which I'm very excited for. En vandaag ga ik dus de valies maken. Gaan we ook boodschappen doen, zodat we alles mee hebben. Mijn spaghetti gisteren zit al in de diepvries. Chikongs in de oven. Witloof en Hesperon zijn ook al in de diepvries. Alles staat klaar voor morgen nacht te vertrekken. En ik kon nog de valiezen. Ik haat het zo hard eigenlijk. Ik heb ook zo van die tanning drops gedaan vandaag. Ik ga proberen om elke dag nu tanning drops aan te doen. Maar ja. Dus we gaan de valies maken. Nou, een beetje pet van de trap, maar laten staan als ik de valiezen heb gemaakt. Oeh. Last minute pakketjes voor schieters. Ik ga zo mijn hassen. Ik ben weer uit de put. Oké, okay, you with me? Hebba. Oeh, ik ben te excited voor deze pakketjes. Twee big ass pakketjes. Spannend. Oké, okay, we doen multitask. Ik ga dat ook op mijn TikTok zetten. Dit is het eerste pakketje. Zonnebril. Van Balenciaga. Gucci, Fendi, Prada. Oeh. Is het verdomme. Zalig. Love it. Love it, love it, love it. Oh. Gigantisch. Gigantische doos. Look at this. It fits like a glove. Freaky Slim Shady. Nice. En ook jullie, nice. Jullie zien mezelf niet, maar nice. Ik ben echt vet blij. Ik vind het echt een vibe. Ik heb een superleuk pakketje daarnet toe gekregen van Joe Malone. En we gaan het samen unboxen. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet echt 100% wat erin zit. Maar een pakketje van Joe Malone stelt nooit teleur. En plus was mijn vorige parfum van Joe Malone op. Ik heb zowel van die travel sized ding van Jo Malone. En die gebruik ik eigenlijk echt super veel, omdat ik het leuk vind om te wisselen. Oh, ik krijg er nu niet open nog. Oh my god, dat is very cute. Wow. Oké. De doos was open, maar oh my god, het is echt cute. Dus, het is een hartje van Jo Malone. Het is veel te cute. Dit zijn dus de nieuwe geuren van Jo Malone. Zien jullie dat? Oh my god. Roze blush cologne, roze amber. Ik ben hier zo blij mee. Dat is niet normaal. Oh, die is nog beter. Vind jij dat mijn parfum lekker ruikt? Vind je dat lekker ruikt, de parfum? We zijn trouwens ook bezig met de valiezen. Dit en mijn vacuümtrouw. Dat zijn de skijassen en de skibroeken. Want er is zoveel dat we gaan meenemen.
Het is echt verschrikkelijk. Ik denk zelf niet dat het allemaal in de auto gaat kunnen, maar ja, het zou wel moeten. Hè. Dus nu ga ik verder inpakken. Het is echt een ramp. Echt een ramp. Good morning, my friends. We zijn vrijdag en straks heb ik een lunch met Kodali. Nugget is weer niet wakker te krijgen. Maar ik heb dus mijn haar ondertussen nog geblazen. Het is nu 9 uur. Dus ik heb nog een goed uur en half. Ik ga denk ik een matcha maken. Ik ga ook kijken of de valiezen oké zijn voor vanavond. Want om 12 uur s'nachts vanavond staan we op. En dan gaan we vertrekken. Oké, dan kleine doodoe. Nugget is echt de grootste slaper dat ik ken. Ja, nog een keer uittrekken. Zij zou echt legit tot 11 uur 's ochtends in bed kunnen liggen. En als ik ze zo wakker maak, zou ze zo kijken naar mij van, nu al? Ze slaapt zo graag in bed, dat is niet normaal. Ik zou ook niet meer zonder kunnen. Ze is ook echt al 2 jaar gewend om in bed te slapen. Dit is mijn kleine doodle op Erik. Ik zou nu weer een nestje maken. Samen met mama. I love you, ik heb hem. We hebben nog niet geknuffeld, die van morgen. Voilà, ben klaar voor de lunch. Mijn haar zit even zo van die speldjes. Dus dat weg uit mijn ogen is tijdens het rijden. En zo gaat het ervoor zorgen dat het meer zo nog valt. Dit is mijn outfit. Het is pretty casual. Wacht hè. Heel casual, maar ik weet nog niet welke handtas. Die of die. Ik denk dat ik voor die ga. Dus ik ga nu vertrekken, want ik ga het laten zien. Is om bepaalde plaatsen een beetje lichter te maken. Omdat je dan zo een diepte krijgt in je gelaat, die je op het eerste ogenblik niet meteen ziet, maar die zo wel, ja. Alright, we zijn aangekomen. Oh, family, cute. Het is 9 uur 14, maar we zijn al 8 uur wakker, dus het is toegestaan om een Aperol te drinken. En check. Het is hier echt mooi. Het is echt een prachtige dag. Ik weet niet of we vandaag gaan skiën, want ik moet nog mijn latten gaan halen. En onze skipassen en zo. Meteen naar mijn ouders en mijn nicht hier zijn. En dat we geïnstalleerd zijn in het huis, gaat ook nog even duren, denk ik. Maar we kunnen we in de bar ook vertoeven, hè? Dank u. Dat pikt. Alright, even een update. We zijn nu zaterdagavond en het is de eerste avond in het chaletje. Ik heb 8 uur en half ongeveer gereden. Ja, tussen 8 uur en half en de 9 uur gereden vannacht. We waren om 9:30 hier in Lissazie. Dan hebben we alles uitgepakt. En zijn we naar het stadje geweest. Heb ik ook even geslapen. Zo een half uur of zo. En nu heb ik me al klaargemaakt voor bed. Want straks gaan we eten. En dan wil ik wel op mijn gemak zijn erachter. Dus ja. Morgen gaan we normaal gaan skiën. Want het gaat niet zo goed weer zijn normaal. Dus ik ga het nog zien morgen. Dat weer verandert hier ook zo snel in de bergen. Dus we zien wel. Maar ik kan niet wachten om te eten en dan te slaan. Ik ben zo moe.
zo moe ben ik, zeg. Dan zo lekker zo een beetje zo. Lekker slapen. En dan ben je zo ook echt heel de nacht wakker geweest. Ik weet niet wat hij hem bezield heeft, maar die was echt cray-cray. Anyhow, nu ga ik proberen... Niks, ik ga niks proberen. Ik ga jullie helemaal laten. Dag! Ik zie jullie morgen terug, hè. Dat is raar, want jullie zien me straks al terug over 1 seconde. Doei! Ah, ja. Gezond genomen, hè. Alright, we zijn nu de eerste skidag. We zijn daarnet gaan eten, maar we hebben vanmorgen geskiet. Maar we zijn gestopt met skiën omdat het super slecht weer was. Het was echt super veel mist en super veel aan het sneeuw. Maar nu is het echt bergweer. Check. Het is echt zot goed weer. Maar het is nu al 3 uur. Het is al 4 uur. We gaan eten en we hebben iets te lang in de aperol gezeten. Dat was wel nice. En vanavond gaan we ook gaan eten. En ik ben buiten adem van de van te wandelen. Maar ik zie er niet uit. Maar we zijn maandag. Het ging normaal super slecht weer zijn vandaag. En dan hadden we eigenlijk een beetje werk ingepland. En ik had ook een call, maar die is nu eigenlijk gecanceld. Oké, tweede poging. Maar dus, we hadden vanmorgen ingepland om eigenlijk een beetje te werken. Maar het weer is nu echt zot mooi aan het worden. En ze hadden dat niet voorspeld. Het is echt blauwe hemel. Nugget. Wacht even. Dus ik denk dat we het werk gaan uitstellen dan een andere dag. Want het ziet er zo mooi uit. Check. Dus vandaag gaan we, denk ik, skiën. We zitten op de lift. Het is echt zalig. Het is nu 11 uur, dus nog een half uurtje skiën of zo. We zijn gestopt om iets te drinken en een broodje te eten met kaas. Het weer is zalig. Kun je me iets te zeggen? Nee. Voor de vlog? Dat is leuk. Het is een nieuwe dag. We zitten op de lift. Ik heb nieuwe ledjes. Voor de beauties. Nee, niet mijn zonderip. Het is vandaag prachtig weer. Het gaat heel een dag zo zijn. Ah, oh, zalen. Ik zweet me kapot. Oké, hello my friends. Sorry, ik heb eigenlijk redelijk weinig gevlogd deze skivakantie. Maar we zijn eigenlijk constant bezig geweest, van links naar rechts. En plots was mijn batterij ook plat op de piste. Dus ik denk dat het was van de koude. Dat mijn batterij veel sneller plat was. Maar we zijn vandaag de laatste dag. Morgen gaan we naar huis. Dus nu moet ik inpakken. En vanavond even nog stoofvlees van mama. Kei lekker. Maar ravage. Ravage. Dit allemaal opruimen. Verschrikkelijk. Trouwens, vandaag zijn we naar mijn chef geweest en ik heb zot mooie oorringen gekocht. Maar ik ga ze tonen in een ander stuk, want ze zitten nu nog in mijn auto. Maar ik ben er zo blij mee. Ik ben echt mega blij. Ik ga ze later tonen. Maar nu gaan we dus inpakken. Inpakken en wegwijzen. Nee, ik ga wel inpakken. Oké. Cheers. Oh my god, we zijn net thuis. Het is nu 5:50. Ik heb er een goed 8 uur over gereden. En ik ben de vloerverwarming vergeten aan te leggen. Dus moet ik even de airco aanleggen voor een beetje warmte. Want de vloer is echt ijskoud. Het is hier denk ik maar 16 graden. Maar oh my god, ik ben echt zo blij dat ik thuis ben. Thuiskomen is echt zo nice. Het ruikt hier ook zo naar huis. Het enige nadeel is dit wel. Ik haat het enorm. Oh, al die wassen. Dit ook, dit. Oh. Ik heb hier eigenlijk niet zoveel trek in. Om daaraan te beginnen. Ook zo die korrels van Nugget moet terug weg. Nugget en Grief moet terug weg. Ik voel mij ook echt vies. Ik wil mij wassen. Ik wil nu eerst zo het zwaarste werk erdoor doen. Want het is nog geen 6 uur, dus ik kan dat wel nu perfect nog doen. Dan gaan we burgers eten. Ik kan niet wachten. En dan heb ik misschien nog één gaan drinken, ofwel gewoon
nog geen zetel. Ah. Thuiskomen is zo leuk. Ik kom zo raar thuis. Ik voel me hier zo goed. Ik ben zo blij. Hello my friends. We zijn zaterdag. Mijn huis is echt massa's hard ontploft. Het is echt een ramp. Kijk, hè. Wacht, ik heb dorst. Ik heb trouwens mijn haar geolied. In de hoop dat ik morgen een dik haar heb. Ik vrees er wel voor, maar zwart. Terras ligt ook vol met worms. Het is echt kizze. Hoor je dat? Dus dat was die aan het draaien is. De was is volle bak aan het draaien, want ik heb zoveel was. Ja, die is... Nu ben ik Nugget haar hondenmandje aan het wassen. En haar dekentjes en zo, die dat we mee hebben genomen op skireis. Oei, moet toch een beetje sterk zijn, hè? En hier is nu volle bak aan het drogen. Dat moet ik nog allemaal uithangen. Dit moet ik nog allemaal wassen. So, a whole lot to do. En dan is hier... Ja, een beetje rap. Ja, dat heb ik uitgehangen gisteravond. Maar dat moet dan nog allemaal proper gemaakt worden. Dat is een kleding dat ik opgeplooid heb. Dat zijn nieuwe hoesjes dat ik besteld heb. Ik vind ze wel echt leuk eigenlijk. Dat is zo een beetje fluffy. Dat is een roze met zo een beetje aesthetic. Dit is eentje voor aan mijn spiegel te plaatsen als ik aan het filmen ben. En dan heb ik nog extra dingetjes in het roze en in het zwart. En kijk, mijn hoesje dat ik nu aan heb is echt super cute. Zie je dat? Het zijn hartjes. Het is echt te cute. Ik vind het zo mooi. Ik moet ook nog naar de Spar. Want dit is de frigo momenteel. Pretty empty. Ja, hier zo met je bril en brol. Maar dit is echt super leeg. Dus we hebben ook niks. Niks om te eten. Hoe laat is het nu eigenlijk? Het is nog maar 11:10. Ik moet nog super veel strijken. Ook wel vandaag aan mijn strijk erdoor krijgen. Maar dit weer. Dat roept echt om een terrasje te doen. Ik verlang een beide hart om mijn zomerkleren uit te halen en alles summerproof te maken. Maar ja, het is wel nog voor even, denk ik, dat het niet zo'n goed weer gaat zijn. Dus vandaag doen we verder. Trouwens, dat vind je wel mijn cute mandje. Ik heb dat mandje besteld en dat is zo'n beetje wat allemaal bril en brol in steken. Maar ik vind het wel cute, omdat dat rood ook terugkomt hierin. Dit moet nog allemaal opgekuist worden. Ook een nieuwe drinkding is voor Nugget. Want mijn andere heb ik... Mijn andere heb ik in de wasmachine gestoken en kijk. Zie je dat? Dat is massa's krom. Dus die is nu wel voor de vuilbak. En nu hebben we een nieuwe. Ik bestel dat allemaal op Temu. Super nice. En ik heb ook nieuwe speeltjes besteld. Wacht, ik ga dat even weg mee. Ik heb iets werkjes besteld. Check. Dat heb ik ook besteld. Ik heb altijd snoepjes mee voor Nugget, omdat staat het zo in een IKEA-zak. Je weet wat, iedereen heeft dat. Ik heb dit besteld. Cute, dus nu zitten er snoepjes hierin. Super netjes. Super clean. Very happy. En deze twee speeltjes heb ik ook besteld. Ik vond die echt cute. En dit hartje. Maar die is al een beetje uit vorm, maar het is wel een hartje. Ik ga hier alle speeltjes terug in de mand leggen. Hier speelgoedmand. Ik heb dat gekocht op H&M, denk ik. En dan steek ik zo alle speeltjes hier mooi in. Ik ga die zo, dan kan ze daarom die spelen zo. Voilà. Die kijkt echt van what the fuck. Dus voilà, dat is eigenlijk het idee van vandaag. Heel veel was doen, heel veel strijden. En vanavond ga ik gaan eten met Marie en Delphine in de Mativu in Roeselare. We gaan daar zoveel, maar we zitten daar zo graag. En ik zie het wel zitten, want ik heb ze echt al lang niet meer gezien. En Marie heeft een nieuwe auto gekocht, dus ik vind het bijna nice. Ik wil hem ook wel zien. Ik vind dat leuk als mijn vriendin echt zoiets zots doen. Zo'n huis kopen of een auto kopen. Dat zijn grote dingen. En dan ben ik zo precies zo'n proud mommy. Maar ik ben wel blij voor haar. En Nucky is ook blij om terug thuis te zijn, hè? Ben je blij om thuis te zijn? Ben je blij dat je thuis bent, Bolly? Zijn naar binnen? Ja, sir. Dansen. Dansen. Flink. Nu krijg je een snoepje, hè?
Flink hoor. Doei. Je ziet het komende kwartier niet meer terug. Wat zo cute die beer is, dat mijn kleine doodoo babybeer. En normaal gaan we elke zondag naar Knokke, naar de put. Omdat we daar zo graag zitten. Maar ik weet niet of we dat morgen gaan doen. Omdat we nu eigenlijk al heel de week weg zijn geweest, is het misschien wel leuk. Mijn zetel staat safe. Is het misschien wel leuk om morgen gewoon thuis te blijven, want het is te zien wat weer dat is. Want als dit weer is, ja, dan ben ik loes van de Knokke. Ik heb echt geen tijd om te spelen. Amai, die staat super scheef. Check. Echt zot scheef. Oh. Dat is beter, hè. Mooi, hè. Dit is allemaal van West Wing. En ik wou echt zo een keer een mooi karafje zo. Allee, een kannetje voor ijsblok in te steken. Voor the summer, which is coming. En hier moet ik dan iets in steken van drank. En die twee glazen zijn er eigenlijk voor de show. Ga doordoen. Bye. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga nugget en badjes thee. Dat ga ik doen. Nugget. Nugget. Gaan we in bad? Nugget. The heck is this organization called? What happened to you? Nugget. Waar ben je? Waar is die dog op? Nugget! Waar is die hond naartoe? Waar is die doko? En Nugget wassen. Als ik ze vind tenminste. Hond. Daar ben jij. Mama was jou kwijt. Ja, hier blijven, hè. Ga je een bakje nu. Oep. Dat vind je niet zo leuk, ik heb het doen. Maar we gaan een leuk badje nemen, hè. I love you. Ik ga nu de badkamer opkeuzen, want ik lig er vol met haar. En dan gaan we waarschijnlijk naar de spar. Nog niet zeker, maar ik denk het wel. Voilà, de boodschappen zijn gedaan. Check, wat een gigantische zak. En ik ga nu mijn frigo vullen. Die mogen meevolgen. Ik draai hier rond en rond en rond als een leeuw in een kooi. Wel nog. Ah, een kooi. Weet dat ik vertel heb over Marie in mijn vlog? Wie ging daar ook? Dit is Marie. Marie, bent er niet mooi, maar ik ben trots op ben. Ik ben ook heel trots. Maar inderdaad, let op. Ik vind dat zo raar. En nu? Ik heb dat allemaal. We zijn
met Sofjan en Claire. En wij breken in op Jimmy Lee, haar vlogcamera, zonder dat ze het ziet. Ja, ze vindt het zin. En ze laat filmen van mij! Wij zijn aan het vloggen. Nee, de camera. Het is leuk voor een beetje afwisseling te hebben. We gaan elke positieve eindstap van Jamie Lee vertellen. Ik weet het niet. Jamie Lee is echt een sterke vrouw. Kan wel zien dat je erin bent. Echt een sterke vrouw. Ze weet wat ze wil. Echt een top job dan. Altijd enthousiasme maar dan met een eigen mening. Ja, we gaan naar de volgende. Dat is een Valerie de Vrijne. Laten we een beetje lachen. Ja, wat is jouw positieve eindstap van Jamie Lee? Mijn positieve eindstap is dat ze een super toffe is. Een heel goede vriendin. Dat het echt een mega knap man. Ja, mooi. Positieve dingen aan Jamie, dat is een van mijn beste vrienden. Al die dagen op, met altijd zijn en een dokje. Dat kan zijn. Dat is Jamie. Voilà, dit was dus onze vlog van Jamie Lee. Tot de volgende keer en love you, Stefan. Doei! Hi, Santé! Charlie! 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 Hallo! Cheers! Tot de vriendschap! We zijn maandag. Deze vlog lijkt niet te eindigen. Ik weet trouwens ook niet welke beelden dat er zaterdagavond zijn opgenomen geweest. Want de vlog werd even overgenomen. Wow, eigenlijk geen idee wat ik ging doen. Vandaag is de dag dat ik ga proberen elke dag een kwartier op die crosstrainer te staan. Gewoon voor mezelf. Maar ik heb alweer eigenlijk een goed excuus om het niet te doen. Want ik heb vandaag voor de eerste keer in... Ik denk zeker een jaar mijn regels terug gehad. Oh, ik heb zoveel pijn. Dus dat is eigenlijk wel een goede excuus om het niet te doen. Maar ik ga het toch doen en we gaan dat nu samen doen. Ik ben er al klaar mee. Oh my god. Ik heb een kwartier hierop gestaan. Mijn baarmoeder schreeuwt om hulp. En ik ben echt zo kapot, dat is zo erg. Ik heb echt nul conditie meer. Ik heb zoveel dorst. Ik ga een matje gaan maken. Oh, ik ben er draaierig van. Eigenlijk zou ik nog proteïne dingen drinken, maar het is nu niet dat ik heb een bodybuild. Hè. Het zijn echt een heleboel vitamine dat ik neem. Om te beginnen neem ik deze Shape Vitamine van Bears with Benefits. Dan neem ik ook de die daarbij op zijn collageen. En dan mijn Supradin. Die pak ik echt al zo lang. Vitamine ook 2. Cheers. Zo lekker. Mwah.